herken je dat het leven vaak anders loopt dan je had verwacht of gehoopt had of gepland had? Bij mij is het ook het geval. Ik had gisteren niet gedacht dat ik hier vandaag langs de Waal zou staan. Ik had gedacht dat ik op een camping in de buurt van Zwolle zou zijn. Maar het liep allemaal anders. Met een goed gevulde koelkast was ik met mijn campertje op weg naar de camping in Zwolle. Toen de vriendin waar ik mee zou gaan kamperen liet weten dat ze helaas door omstandigheden er niet bij kon zijn. En op dat moment dacht ik, dan sta ik weer op een soort tweesprong. Ga ik dan nog steeds naar diezelfde camping? Of zoek ik gewoon iets anders in de buurt? En toevallig had ik kort daarvoor een andere vriendin een berichtje gestuurd of zij in de buurt was of zij thuis was. Want ik zou redelijk langs haar huis komen. En het leek me wel leuk om met haar een stukje watermeloen te eten langs de Waal. En zij bleek uiteindelijk thuis te zijn. En we hebben uiteindelijk gewoon heerlijk de avond op het strandje bij de Waal doorgebracht. Heerlijk filosoferend over het leven. Genietend van een lekkere watermeloen, salade, wijntje. En uiteindelijk ben ik daar ook blijven slapen. Heb vanochtend heerlijk een ontbijtje genuttigd. Ik ga zo nog even naar het strand. En ik ga opnieuw koers bepalen van waar ik nu sta, waar ik naartoe wil gaan. En wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, ik had het zo niet gepland, ik had het zo niet verwacht. En het is helemaal goed zoals het is. Het was gewoon heel bijzonder ook om die avond met die vriendin door te brengen. En dat ze zei dat ze 2 dagen daarvoor ook sterk aan mij gedacht had. En ook bedacht had van, we hebben elkaar zo lang niet gezien. Het lijkt me leuk om weer een keertje af te spreken. En vervolgens neem ik contact met haar op. En brengen we op zo'n gezellige manier de avond door. En hoe mooi is het dat er dan ook ruimte is voor dat soort onverwachte ontmoetingen. Terwijl we echt niet naast de deur wonen. En ik merk hoe fijn het is om steeds meer de controle los te kunnen laten. Om steeds meer te kunnen zijn met wat er is en in het moment beslissen wat goed voelt op dat moment. En dat heeft voor mij met vrijheid te maken. Dat je steeds vrijer wordt. En als jij voor jezelf herkent dat je nog vaak te maken hebt met verwachtingen, verlangens, teleurstellingen. En je verlangt ook naar een stukje vrijheid. Dan weet je me te vinden. Vind ik het leuk om met je mee te kijken waarin je gewoon wat vrijer kunt worden. En op wat voor manieren je daarmee kunt spelen en oefenen. En ik gun gewoon iedereens vrijheid. Dus ik ga nog even lekker naar het strandje.